Die net niet de haar. Hallo allemaal, ik ben Kimora. Jullie kennen me waarschijnlijk van Kisses of van Tina the Musical. Ik ben hier vandaag, want ik ga jullie mijn beauty routine laten zien. Ik ben niet echt de persoon die heel veel make-up draagt. Ik doe dat alleen voor een première bijvoorbeeld of bij een feestje. En dan ga ik jullie dus laten zien hoe ik dat doe. Ik begin gewoon lekker simpel met een dagcreme. Zo. Nou, dan ga ik gelijk beginnen bij de wenkbrauwen. Nou, ik ga deze poeder voor de wenkbrauw gebruiken van Essence. En gewoon dit wenkbrauwkwastje gebruiken. En deze voor de wenkbrauw om het te tekenen. Ik ga dus gewoon beginnen met de wenkbrauw. Gewoon een beetje kammen. Zo, dan ga ik de poeder gebruiken en dit kwastje. En dan ga ik een lijntje tekenen. En zelf vind ik het uiteinde van de wenkbrauw heel belangrijk. Zo, nu heb ik de wenkbrauw gedaan. En daarna ga ik met deze contourstick ga ik deze daarmee uitblenden onder de wenkbrauw. Zo, nu pak ik dan het kwastje. En dat ga ik dan een beetje uitblenden. Je moet eigenlijk gewoon bijna niet kunnen zien dat je dat hebt gebruikt. Gaan we nu verder met de wimpers. Uitkijken met deze wimperkrullers. Want je kan gewoon je wimpers eraf trekken. En dat wil je echt niet hebben. Ik zorg goed voor dat mijn wimpers zitten en niet mijn huid. Zo krullen. Loslaten. Als je dat hebt gedaan, pak je een mascara en dan ga ik gewoon een beetje bewegen aan de andere kant. Ik heb nu de wenkbrauw en de wimpers gedaan. Dan ga ik nu door met de highlight. Ik heb niet zo'n highlightkastje, ik gebruik gewoon deze. Dan ga ik Sundown gebruiken, want die vind ik heel mooi bij mijn huidskleur. Niet veel. Je gezicht zo zetten. Ik doe ook gewoon een beetje op de neus. Zo. En dan gaan we nu de finish touch doen. Het laatste product. En dat is mijn favoriete lipgloss. Aan het begin dan lijkt het heel glossy. Maar op een gegeven moment wordt hij mat. Zo. Dit is mijn hele make-up routine. Het is gewoon lekker simpel. Je hoeft er niet echt heel veel make-up bij te pakken. Ik heb zelf ook niet echt heel veel make-up. Het is eigenlijk helemaal niet nodig. En hopelijk vonden jullie het leuk. Doe dan natuurlijk ook een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. En dan waarschijnlijk tot de volgende keer. Doei!